Verhalen die bekend zijn over de bekende slavenmeesteres Susanna Duplessis zijn mogelijk niet op volledige waarheid berust. Dit liet Neerlandica Hilde Neus van der Putten gisteren tijdens de lezing Susanna Duplessis monster of mythe blijken. In haar presentatie gaf ze een reconstructie van het leven van Duplessis. Neus van der Putten wijst erop dat het verhaal dat Duplessis een jong kindje tot verdrinking had gebracht en een borst van een slavin had afgesneden, was opgetekend door John Steadman. Echter heeft onderzoek van Neus van der Putten andere feiten naar boven gebracht over het verhaal van een slavin wiens borst was afgesneden. Steadman schrijft over dat meisje. Maar dat meisje is niet de borst afgesneden. Er is een mulatte meisje, een jong mulatte meisje gevonden bij de marinetrap. En dan zegt hij, dat zou wel eens het werk kunnen zijn geweest van mevrouw S. Ja, dus dan suggereert hij dat Susanna haar heeft vermoord. Nu heb ik dus later documenten in het archief gevonden dat meisje inderdaad uit het water is gehaald bij de trap. Dat ze een aantal steken in de borst had, ja, en dat men eigenlijk dus een bedrag uitloofde om de dader te vinden. Als dat Susanna was geweest, dan was ze natuurlijk door de mand gevallen. En dan kunt u zeggen, ja, maar die vrouwen werden niet berecht. Ja, dat is dus niet waar, ja. Ik zit nu al zo lang in het archief en er zijn vrouwen ter dood veroordeeld, ook blanke vrouwen, ja. Het onderzoek van Neus van der Putten is uitgegeven in een boek Susanna Duplessis, een portret van een slavenmeesteres. In haar presentatie geeft ze het beeld dat Susanna door verhoudingen in de toen blanke maatschappij vaker in het kwaad daglicht is gebracht. Echter zouden veel van deze zaken niet kloppen. Om de wreedheid van deze slavenmeesteres te ontkrachten, haalden ze aan dat op de plantage van Susanna Duplessis, nijd en spijt, er geen weglopers waren. Ze zeggen dat sommige verhalen een bepaalde functie krijgen binnen de samenleving, die dan geschiedenis worden. Ook het verhaal van Alida zou volgens de Neerlandica niet helemaal kloppen. En dat heeft een functie natuurlijk. Dat is heel terecht. Ja? Elk volk heeft helden nodig. En Alida is toen een heldin geworden. Men heeft haar genomen en men heeft haar tot heldin gemaakt. En zij is een voorbeeld geweest, ja, eigenlijk niet van een echte dappere vrouw, maar goed. Zij is een soort heldin geworden, ja. En er zijn Alida-verkiezingen geweest hier, dat weet u ook. Ja, die hebben een aantal jaren plaatsgevonden, totdat er financieel mismanagement was. En het zaakje ingestort is, helaas. Dus het is niet mijn schuld dat de mythe niet meer geteld wordt. Jammer genoeg. Maar ik vind het ook belangrijk. Ik doe er ook aan mee. Men mag het verhaal vertellen. Ja? Als men ook maar weet dat er een alternatief verhaal is. Neus van der Putten vertelde haar verhaal op basis van onderzoek dat ze heeft gedaan. Ze stimuleerde het opgekomen publiek zelf een conclusie te trekken of het verhaal dat wordt verteld over Susanna Duplessis een mythe is of niet.